Ja, een hele goede avond vanuit het M-Scores Stadion aan de Krommedijk in Dordrecht. En leuk dat je luistert naar Willem II Radio, waar we verslag gaan doen van de allerlaatste uitwedstrijd, hopen we, in ieder geval van de competitie van dit seizoen. En niet de minste, FC Dordrecht tegen Willem II. René, dit zijn wel de potjes voor de voetballers, ja, maar zeker ook voor ons als verslaggevers. Ja, voor de verslaggevers, voor de liefhebbers, voor de voetballers. Voor alles en iedereen die hier in Dordrecht voetbal een warm hart toedraagt. En ook iedereen in Tilburg natuurlijk. Plein daar staat vol, plein hier staat vol. En ja, jij zei het al, 67 punten heeft Dordrecht dit seizoen verzameld. Peter Maas ook, maar die deed in 30 duels.
van de bank. Intense vreugde, want Willem II is binnen 2 jaar weer terug in de Eredivisie. Door een 1-1 gelijkspel bij FC Dordrecht. En iedereen staat op eer. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Oh, 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 oh. Heel lang zag het er niet naar uit, René, dat we hier nog 1-1 zouden maken. En het is maar goed ook, want wat gebeurt er in de absolute blessuretijd? Groningen speelt nog 1-1 gelijk tegen Telstar. Dus het is een heel, heel belangrijk. En wat is dit een sprookje voor Michael de Neer. Thank you.
Kennedy the right man at the right time. Ja, lekker! Ja! Lekker! Lekker, man! Fucking hell! How's the champagne, man? Ja, maar je moet. Helemaal eraf, maar we gaan door tot in de vroege uurtjes. Hey, koning! Nielsje! Ja, doet hij goed, hè? Kan hij wel, hoor, Tsjechi. Sweet Caroline! Oh, oh, oh! Dat is so good! So good! So good! So good! Kom, Lekker. Snap,
Wij staan bovenaan, jongen. Kijk eens. Hey! Dit is een momento. Freak is the vibe.